Het is bijna niet meer voor te stellen, maar er waren vandaag zo'n 500 mensen bij elkaar in het Beatrix Theater in Utrecht. Voor het eerst was er dus weer, sinds het uitbreken van de coronapandemie, een evenement. Dit eerste evenement is een beurs voor medewerkers van de evenementenindustrie. Maar nog veel belangrijker, het is een test. Hoe kunnen we op een veilige manier in de toekomst evenementen houden? En aanwezig was ook burgemeester Sharon Dijksma. Zij vindt het belangrijk dat deze test wordt gehouden. We zien op dit moment natuurlijk nog allerlei varianten van het virus die zeer besmettelijk zijn rondwaren. En tegelijkertijd moet je heel voorzichtig en onder wel hele goede condities natuurlijk ook weer nadenken over een intelligente heropening van de samenleving. En dat is wat we met de evenementensector en het kabinet samen hier aan het doen zijn. Wat het belangrijkste veiligheidsmiddel is wat we hebben ingezet om de bezoekers van de pilot-evenementen naar een veiliger evenement te laten gaan, is dat we iedereen van tevoren PCR laten testen. Dus elke bezoeker is PCR getest en alleen met een negatieve test kom je het evenement binnen. En het evenement werd geopend door staatssecretaris Mona Keizer en zij onderstreept ook het belang van dit evenement. Dat is om twee redenen belangrijk. Aan de ene kant is dat belangrijk omdat wij mensen zijn sociale wezens en we willen graag bij elkaar zijn. Maar aan de andere kant is het van evident belang voor de evenementensector waar ontzettend veel mensen in werken en dat nu eigenlijk al maanden stil ligt.